het leuke van vertalen is nou juist dat je je constant verplaatst voor elke tekst in een andere situatie. Ja. Dat je als het ware in de huid van iemand anders kruipt. Dus dat je identiteit, je eigen identiteit, dat je die steeds verder oprekt. Dat vind ik een van de mooie aspecten eraan. En ik vind dus ook ik vind het heel goed dat de discussie wordt gevoerd over wie wat mag vertalen. Of, mm-hmm. Nee, ik vind het goed dat de discussie wordt gevoerd over dat er meer diversiteit aan vertalers zou moeten zijn. Ik vind het alleen jammer als het er naar neigt dat bepaalde mensen niet bepaalde boeken zouden mogen vertalen, omdat en Amanda Gorman vind ik een anders, omdat het spoken word is. Hè? Ja. En omdat het niet alleen om de tekst gaat, maar om de hele situatie en de presence. Maar ik denk dat je identiteit niet per se hoeft samen te vallen met de identiteit van de auteur om een tekst goed te kunnen vertalen. Ik denk dat je een tekst goed kan vertalen, dat elke tekst eigenlijk het beste vertaald kan worden door iemand die ontvankelijk is voor de tekst zelf, maar ook voor de context, de subtekst, mm-hmm. metatekst, en die dat ook recht kan doen. En dat is eigenlijk het enige. Het is ons vak. En als je vooral auteurs zou vertalen die samenvallen met je eigen identiteit, dan zou ik persoonlijk het eigenlijk niet zo'n leuk vak meer vinden. En ik begrijp wel dat de wereld er niet zo wordt gestructureerd dat ik het leuk vind. Mm-hmm. En wat doe jij om? Maar wat doe jij om, zoals je het net volgens mij noemde, je identiteit uit te rekken tijdens een vertaling? Ja, alles. Ik probeer me in te lezen. Ik probeer bij sommige vertalingen probeer ik te zoeken naar muziek bijvoorbeeld die me in de juiste stemming brengt. Dat heb ik zelf niet gedaan, maar een collega die een boek vertaalde wat in Vietnam speelde, die ging Vietnamees koken, omdat je dan die geuren hebt. Dus je probeert op allerlei manieren een soort bewustzijn op te roepen van de situatie en de personages die je vertaalt en eromheen lezen en zoveel mogelijk, zoveel mogelijk proberen daar dingen van op te zoeken die daarmee te maken hebben. Ja, herkennen jullie dat, Jenny? Ja, zeker. Ik kom natuurlijk uit het theater. Ik mm-hmm. Heb veel gespeeld. Dus en ik schrijf. Dus ik zoek altijd naar het verhaal. Daarom was Audrey ook lastig, omdat zij aan het lezen, aan het preken is. En ik ben nu bezig met de vertaling van Native Son. En daar zwem ik in gewoon. Dat is gewoon zo heerlijk, omdat dat een story is. En met dialoog en characters. En zwem je daar dan in alleen door de tekst? Of ga je dan ook koken en nou ja, ik stap er natuurlijk luisteren op een ander level in, omdat ik stap in een zwarte wereld en die ken ik. Mm-hmm. Ook al is het in Amerika, ik herken bepaalde systemen en, mm-hmm. en familieopstellingen en zo. Dus ik stap anders in dan een wit iemand. Mm-hmm. Ja. Ik zeg niet slechter of beter, maar anders. Ja. En wat is het voordeel daarvan? Nou, dat ik herken het gewoon. Dus ik hoor het in mijn hoofd. Ik kan het vertalen in bepaalde ritmieken. Het is gewoon herkenbaarheid. Los van het werk dat gewoon gedaan moet worden, hoor. Want nog even dat je identiteit meeneemt. Ik kwam begin jaren 60 in Nederland. Ik ben in Leiderdorp opgegroeid als enige zwart meisje altijd. Wel Surinaams familie. Maar ik ben dus helemaal niet zo rootsy black van binnenuit. Dus ik had die discussie op een heel andere manier beleefd. Voor mij was het raar dat het geen vertaler was die het deed. Dat was het punt. Ja. Ja. Dus ik was helemaal nog niet zo bezig met zwart-wit. Daar ben ik nu inmiddels wel, hoor, omdat ik me heb ingelezen. Of niet eens zwart-wit, maar het is culture, niet color. Dus je vindt nu wel dat een zwart persoon... Nou, iemand die de cultuur kent, die de spoken word cultuur kent. Dat had ook een wit iemand kunnen zijn. Dus het gaat voor mij niet om kleur. Maar ik neem mijn eigen identiteit mee. Dus, en je moet leren. En je moet gewoon die tekst aantrekken als een character als je gaat spelen. Zo benader ik het. Ja. Dus, En Adjelle, je hebt nu dus dan blijkbaar dan wel binnen... Hoeveel maanden heb je hierover gedaan, deze drie boeken? Vijf maanden. In vijf maanden heb je deze drie boeken vertaald. Misschien ben je nog met twee bezig eigenlijk. Deze is klaar, maar hier ben ik nog mee bezig. En het zijn alle drie boeken van zwarte auteurs. Ja, klopt. Heeft dat een reden? Hoe ik in de vertalerswereld ben gerold eigenlijk is via het initiatief The Tank en Alphabet Street. En dat is eigenlijk een initiatief om mensen van kleur te betrekken bij in de witte letterenwereld. Dus ik denk dat ik daarom dit aangeboden krijg steeds.
Vind je dat een meerwaarde dat je dat aangeboden krijgt? Vind je dat prettig? Voel je daar ook fijn bij? Nou, ik had het hier net ook over met Nicolette. En het is eigenlijk, het lijkt een beetje op, omdat de vertalerswereld zo gesloten is, dat je eigenlijk wel een kruiwagen nodig hebt om binnen te komen. En als, ja, als dit mijn kruiwagen is, dan pak ik dat met twee handen aan natuurlijk. Ja. Maar ik vind het ook heel mooi, want ook wat Jenny zegt, het voelt veel persoonlijker, omdat ik heel veel dingen herken. Inderdaad, familiestructuur en passages die ik denk, waarvan ik denk dat die mij anders raken dan een witte lezer of what have you. En Nicolette, is eigenlijk ook een grens voor jou aan wat je denkt van nee, daar, dat ligt te ver van mij van? Dat weet ik niet. Ik denk het misschien wel, maar dat heeft dan heel erg te maken met, denk ik, de taal. Okay, want wat jij nou zegt, ik vind het dus alleen maar leuk om me dan te verdiepen in een andere, of in een familiestructuur. Dus dat zal ik niet zo snel uit de weg gaan. Want ik denk, dan ga ik me gewoon meer in verdiepen, of ik ga het aan mensen vragen of zo. Ik vertaal ook Joodse schrijvers. Ik ben niet Joods. Ik heb geen Joodse familie. Maar dan probeer ik ook me dat eigen te maken en me erin te verdiepen. En ik vind het juist fijn. En ik denk ook dat het een functie is van literatuur, dat het je eigen kijk op de wereld verruimt. Dus ik vind het juist. Ik bedoel, als ik alleen maar grote witte westerse vrouwen zou vertalen. Ja, dat zou ook een beetje saai zijn, want dat ben ik zelf al. Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik denk dat de grens misschien ligt aan het. Ik heb gemerkt dat met het taalgebruik van hele jonge mensen. Mm-hmm. En dat bedoel ik met heel jong, 18, 20, zoiets. Dat soms zo ver van me af ligt dat ik daar niet soepel of lenig genoeg, dat het me niet genoeg eigen is om daar heel natuurlijke vertaling van te maken. Dus daarvan denk ik misschien, dat heb ik misschien gewoon niet meer in me. En dan kan je wel aan jonge mensen vragen van, hey yo, hoe zeg jij dat? maar dan maak je al een beetje belachelijk, denk ik. Ja. Dus dan moet je op een gegeven moment denken, oké, dit is een stapje te jong. Maar dat is dan eigenlijk toch een beetje persoonlijk. Want je hebt, ik bedoel, stel dat het, weet ik veel, de hoofdpersonage is een scheepsbouwer of iemand die heel technisch is. Dan kan me voorstellen dat je helemaal daarin gaat lezen. Ja. En dat het misschien ook niet super natuurlijk is voor jou. Nee, maar dat kan ik me dan dus eigen maken. Ja. En wat zit hem dan in dat jongere dat je denkt van ja, dan kan ik, dat vind ik zo moeilijk om me eigen te maken? Omdat dat een taal is die vanuit die jongeren ontstaat, vanuit een soort mengeling van heel veel verschillende dingen en een soort creativiteit die kan je niet nalezen, of die kan je niet researchen op een bepaalde manier. Ja. Van scheepsbouwen kan je van alles researchen. En ik heb net een boek vertaald over twee dagloners begin 19e eeuw, begin 20e eeuw in Amerika. Daar kan je ook heel veel over nalezen. Maar de taal moet, het Nederlands moet opborrelen uit jezelf. Hè? Dus ik probeer een beeld te vormen en dan moet ik daar Nederlands bij vinden. Maar een Nederlands wat ik gewoon niet in me heb. Ja. Dat hele jonge, hippe gedoe. Daarmee zeg ik het dus eigenlijk al. Dat heb ik dus gewoon niet in me. En ik heb een boek verteld van Patricia Lockwood, dat over Twitter gaat, over social media. En dat merkte ik, dat was een beetje de grens. Dat ging nog. Ik heb het mijn 21-jarige neef helemaal laten nalezen. En die haalde dan echt met een streep dingen uit en zegt hij, ja, dit kan niet, Nicolette. Nou, ja. Een paar dingen, ja. En hij heeft me ook een paar dingen uitgelegd waarvan ik dacht, ik begrijp gewoon niet waar dit op slaat. Ja. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Nou ja, ik wist dus niet dat, dat weten jullie dan waarschijnlijk wel, dat veel meisjes rond kerst naar de Starbucks gaan en dan hele speciale koffie bestellen en daar met een figuurtje erin laten maken en daar een foto van maken en dat dan twitteren bij wijze van kerstkaart. Ja, jij ik kan nu maar één iemand die aan de avond die aan het klikken is. Ik dacht echt, waar gaat dit over? En dat, maar goed, dat is dan weer een beeld wat ik niet voor me zag. En dat is natuurlijk niet de taal. Maar bepaalde dingen waarvan ik. Ja. Zeg je dat zo? Ja. Ik wil nog even één extra vraag erover. Van jij, een grote schrijver die jij vertaalt, is Toni Morrison. Ja. Denk dat het ook veel. Het is heel moeilijk geschreven. Of vind ik heel mooi, maar moeilijk geschreven. Hoe grote rol speelt de auteur dan in. Voor jou in die vertaling en in het jezelf eigen maken in haar belevingswereld, in haar taal. Speelt die auteur daar zelf een rol in? Heb je daar veel contact mee? Ik heb met Toni Morrison, wel een van de mooiste momenten van mijn vertalingsleven geweest, dat ze bijna bij mij achter op de fiets heeft gezeten. Ja. dat doet, maar dat mocht niet, haar zoon was erbij en die zei, nee, doe dat nou maar niet, want dat gaat allemaal fout en zo. Maar dat is niet je vraag, hè? Heel leuk om te vertellen. Nee, dat speelt. Nou, bij Toni Morrison,
Wat ik, kijk, zij schrijft zo mooi en zo helder en zo dat eigenlijk spreekt de tekst gewoon volkomen voor zich. Dus zelfs zonder haar te kennen kan je dit gewoon vertalen, omdat je hebt gewoon al het materiaal zit in de tekst. Ja. Het mooie van Toni Morrison is dus wel dat het ook zo'n wijze, erudite vrouw is en was en echt een grootheid dat je. Ik vind dat je eerste verantwoordelijkheid naar je auteur is als vertaler. Je moet je auteur serieus nemen. En het is niet moeilijk om Toni Morrison serieus te nemen in alles. Dus dat is wel heel fijn. En als ik dan nog even mag aansluiten op die discussie over het N-word. Ik heb dus het laatste wat ik van Morrison heb vertaald is een essaybundel. Waarin dus, laat ik zeggen, alle drie de termen voor zwarte voorkomen. Die gebruikt zij dus alle drie. Ik heb dat ook overgenomen in mijn vertaling. En dat heb ik ook overgenomen, omdat, ik zal even een heel kort zinnetje eruit voorlezen. Want zij zegt zelf namelijk over die, ik vind namelijk dat je niet een soort algemeenheden daarover kan stellen, van je mag dit niet zo vertalen of je moet dat zo vertalen. Zij gebruikt dat en ze heeft daar zelf in het essay over gezegd. Ik gebruik dit woord expres, het is bedoeld om een heftige raciale identificatie op te roepen. En ik ga mij dan niet in mijn vertaling boven de auteur en zeker niet boven Toni Morrison stellen door te denken, ja, jij gebruikt dat wel, maar ik ga dat toch een beetje veranderen, want dat woord gebruiken we niet in het Nederlands of tegenwoordig niet meer. Maar dan ben ik wel nieuwsgierig, want in Nederland heb je dan, dat klopt. In Nederland heb je ook twee woorden, N-woorden. Ja. En in het, dus zo heb je het vertaald. Want dan zou, vind je dat daar een, ja, misschien kan ik het ook aan iemand anders vragen aan tafel. Vinden jullie, misschien kunnen we een voorbeeld erbij halen over het N-woord trouwens. Van een boek van Jongens van Nikkel. Want hier was ook discussie ontstond hierover. Waarin dus het Negro staat. En dat is vertaald met negers. En daar was ophef over. Snap je deze ophef van dit citaat wat je ziet? Ik vind het heel ingewikkeld. Ik ben nu dus bezig met Richard Wright en daar komt het N-woord ook heel vaak in voor. En in een essay, als het over, Neske Bex heeft daar een heel mooi essay over geschreven. Als het gaat over een essay of over een alwetende stem, dan zou ik het niet gebruiken. Maar in de taal van de personages gebruik ik het wel, omdat de schrijver dat heeft gebruikt. Ja. En ik vind het heel ingewikkeld. Ik word nu ook, sinds ik Audrey heb vertaald, regelmatig gebeld door uitgeverijen van hoe zou jij dat woord vertalen? En dat geef ik dan terug, want dan denk ik ja. Dat ligt dus echt, daar ben je het eigenlijk met Nicolette eens, dat ligt echt aan de context en dan kunnen we niet een soort algemene regel maken. Je kan niet een algemeen, tenminste dat vind ik, ben ik het helemaal met Nicolette eens. Ja. En ik snap heel goed wat Toni zegt, want er gebeurt iets als je dat woord gebruikt. Ik vind het woord neger ook heftig om te zeggen. Mm-hmm. Maar ik merk soms dat ik in een bubbel zit, want in mijn familie die nog in Leiderdorp woont en die met Nederlanders zijn getrouwd, die gebruiken dat te pas en te onpas. En dan krijg ik daar, weet je, dus het is. Misschien het is dat dan juist ook het verschil, dat het die context die eraan hangt, dat vaak in Nederland wegvalt. En tegelijkertijd juist er heel hard is. Beide dingen zijn waar, denk ik, ja. En ik heb de oplossing niet. Maar nogmaals, ik ben in dienst van de auteur. Dus ik zal niet, als het. En Richard Wright gebruikt het op een manier die betekenis heeft. Dus ik kan dat niet weglaten, vind ik. Ja. Nou, laten we in ieder geval de slide maar weer wegdoen. Dan zit het niet zo in ons gezicht. Audre Lorde, die leeft uiteraard niet meer. Zijn er dan manieren waarop je naar haar op zoek gaat? Ja, ik heb alles van haar gezien op YouTube. Ik had al heel veel van haar gelezen. Ik heb heel veel naar haar geluisterd, terwijl ik andere dingen deed. Want ik kon haar ook alleen maar in kleine doses verwerken. En dat laatste interview van haar, dat 3 maanden voor haar dood, dat doet gewoon pijn om te kijken. Maar dat heeft mij heel veel troost gegeven, omdat ze was gewoon nog steeds Audrey en haar spirit was daar. En ze had nog steeds datzelfde te vertellen. Dus, en ga je dan ook met specifieke vragen op zoek als je daar naar kijkt? Nee, ik luister. Ik stel me open. Ik ga niet op zoek naar iets, want dan hoor ik andere dingen misschien niet.
Ja. Dus ik ben altijd heel breed in mijn research. Ja. Ik heb misschien ook nog een vraag over, want jullie hebben het veel over de auteur en dat je eigenlijk in dienst staat van die auteur, maar je hebt natuurlijk ook nog een derde partij, de uitgever, die ook een van de drie eenheid is. En die misschien ook af en toe denken, ja, hoe ga je dat vertalen of in die discussie terechtkomen. Hoe verhouden jullie als vertaler daar naartoe? Want ik kan me voorstellen dat jullie soort van soms de auteur als uitgangspunt nemen, maar dat de uitgeverij misschien een andere mening heeft of daar anders over nadenkt. Wat doe je dan of wat zeg je dan? Persoonlijk, ik geloof in een collectieve manier van werken. Dus ik vraag altijd. En ik vraag aan de auteur, aan de uitgever. Ik hou heel veel van werken met veel mensen, ook editors. Ik geloof echt in de collectief proces. Ja. Daarom, ik heb met uitgever in Turkije, in Frankrijk, in België gewerkt. En het is allemaal een ander proces natuurlijk. Maar ik denk open discussies is belangrijk. En dat we in een transparant manier werken. Dat voor mij is de belangrijkste. En als ik niet zeker ben met een keuze, we hadden al vroeger over deze vraag, we doen research. En een netwerk van vertalers hebben waar je kan vragen stellen of met anderen. En ik denk dat is wat we vragen over oplossingen. Ik denk dat is één van de oplossingen. We moeten meer open zijn, meer collectief denken over hoe we deze soort dingen doen. Ja. Ja. En waarom denk je dat tot nu toe dan vertalers, want ons viel best wel op dat in de discussie, ik bedoel de discussie was natuurlijk al iets eerder dan Amanda Gorman en ging na een tijdje ook over niet alleen maar over het boek, maar over van alles en nog wat. Maar er waren voornamelijk opiniemakers, ik hoorde heel weinig vertalers. Denk je dat dat een reden heeft? Ja, ik denk dat omdat vertalers waren nooit zo zichtbaar en we hebben altijd geleerd om niet zichtbaar te zijn. Maar klopt dat idee van niet zichtbaar zijn voor jullie? Nee, is dat logisch of waarom is dat zo? Voor mij niet, maar... Ik denk, ik persoonlijk heb mezelf ook niet in die discussie gemengd, omdat ik hem veel te extremistisch vond aan beide kanten. Ja. Dus het was geen dialoog. Dus dan interesseert het me verder niet om daaraan mee te doen. Hetzelfde wat met Astrid Roemer nu aan de hand is. Daar loop ik me ook ver van. Ik vind er van alles van. Maar het is zo gepolariseerd, dus ja, dat is zinloos voor mij. Ander programma. Ja. Adjelle? Waarom heb jij je niet in de discussie gemengd? Of heb je je wel in de discussie gemengd? Nee, niet publiekelijk. Ik heb wel met mijn directe omgeving erover gepraat. Maar ik ben niet in de pen geklommen en heb iets ergens naartoe gestuurd of zo. Nee, ja. Nee. Het is wel inspiratie geweest voor mijn scriptieonderwerp. Dus daar... Dus toch andere manier om je in de discussie te maken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.